1886 tot 1988. Willem Drees. Toen het in 1945 vrede werd, na 5 jaar oorlog, was er veel vernield. En met de handel en de industrie stond het er slecht voor. De opbouw zou lang duren. In die zware tijd werd Willem Drees minister-president van Nederland. Hij vond dat alle Nederlanders mee moesten werken aan de wederopbouw en zuinig moesten zijn. Want, zoals het spreekwoord zegt, zuinigheid en vlijt bouwt huizen als kastelen. Drees gaf zelf het goede voorbeeld. Hij hoefde geen auto met chauffeur, hij liep of fietste wel. En een taartje bij de thee vond hij overdreven. Een droog koekje was goed genoeg. Daar is een grap over verzonnen. Een rijke Amerikaan komt bij Drees praten over miljoenen hulp aan Nederland. Hij krijgt bij de thee alleen zo'n goedkoop koekje. En dan zegt die Amerikaan: een land met zo'n zuinige minister-president zal ons geld goed besteden. Drees zorgde ervoor dat iedereen van 65 jaar en ouder voortaan een staatspensioen kreeg, de AOW. Dat bezorgde hem de erenaam Vadertje Drees. Hooggeachte Vadertje Drees, laat ik nu maar met de deur in huis vallen. U moet namelijk weten, ik heb 2 vrouwelijke oude vandaag bij mij op visite gehad. En natuurlijk werd u in het gesprek gemoeid, want ze waren beiden zo dankbaar over hetgeen u voor hun tot stand hebt gebracht. Ik trek van Drees, zeiden de mensen. Willem Drees trok zelf 37 jaar van Drees. Hij werd 101. Krijg jij wel eens geld? Ik krijg geen zakgeld. 50 cent. 2 euro, zoiets. Ik krijg 5 euro zakgeld per week. Op een verjaardag, omdat ik jarig ben. Dan krijg je wel wat geld van je opa en oma of van je familie. Soms heb ik wel 50 euro werken. Ik heb nu ongeveer 35 euro. Ik heb al 370. Wat doe je met jouw geld? Als ik veel geld heb, koop ik schoenen. Merkschoenen. Ik spaar het en dan koop ik er nieuwe kleren mee. Ik koop snoep. Schriften, kleurpotloden. En soms koop ik voor mijn moeder ook nog een verrassingje of zo. Willem Drees staat bekend om zijn zuinigheid. Ben jij zuinig? Ik ben zuinig op mijn geld, want als ik dan voor iets aan het sparen ben en ik zie iets anders, dan koop ik het gewoon niet. Dus dan bewaar ik het tot ik heel veel geld heb. Dan kan ik wel wat missen. Sommige mensen gaan alleen maar naar de stad en dan kopen ze van alles. Maar vaak denken ze niet na van wat ze kopen. Dan is al je geld op in één keer. Spaar je geld liever dan dat je het alleen maar uitgeeft. Nou, dat je niet super dure dingen koopt dat je niet nodig hebt. Soms heb je meer geld nodig dan dat je één keer gewoon voor de lol iets gaat kopen voor jezelf. Wat ga jij doen als je later AOW hebt en niet meer hoeft te werken? Voetbaltrainingen geven aan kleine kinderen. Feesten. In de tuin werken. Buiten spelen en gameboyen. Dan ga ik lekker reizen naar verre landen. Ik wil altijd blijven werken. Denk jij dat er over 50 jaar nog AOW is? Of moeten jullie blijven werken?